Ik weet niet of jullie het zien. Ewen en Rijke. Ja, wel leuk. Ja, ook die slinger is nat. Nou ja, dit is ook allemaal vochtig. Die ballen die pak ik wel in. Maar ja, de rest is vochtig. Ja, lieve vrienden, het is vandaag alweer zondag 19 januari. Gisteren was het dus 18 en gisteren was Rijka een half jaar. Ja. Hé? Maar oké, ik wens jullie allemaal eerst natuurlijk een hele, hele goede middag. Het is al laat, 16 minuten over 4. Kan er niks aan doen? Nee. Het is nou eenmaal zo. Ja, en als wij stilzitten en telefoon krijgen, et cetera, ja, dan kan ik niet vloggen, hè? Nee, dat gaat allemaal niet. Dus, maar, oké, dat mag. Ja, ze pakt speelgoed om mee te bijten, want ze had iets kapot gemaakt wat ze wel mocht hebben, maar niet kapot mocht maken. Ja, dat heeft ze dus wel kapot gemaakt, dus dat moet maken. Dat was het slaapje van Frodo. Ja, nou, dat moet dus nou gaan maken. Maar dat moet eerst eventjes drogen, want dat was nat van haar mondje, van de bekkie. Maar dat spul wat in zo'n knuffelbeestje zit, dat had ze eruit. Ze had het neusje kapot, heeft ze maar gemaakt. En dat spul had ze eruit gehaald. Dus dat heb ik er weer in gedaan. En nou heb ik het ergens leggen, dat ik het mooi drogen. Kan ze ook niet bij. Dus, ja. Weet je of jullie het zien? Ewen en Rijka. Ja, wel leuk. En van vanochtend met Kandolf. Kandolf die mag graag met zijn pootje ook op mijn hand. Maar zonder nagel doet hij dat. Van met andere woorden, vrouwtje, ik wil geaaid worden. Ga nou door met aaien. Dus ik wil aaien bij hem. Nou, hou weer op, komt hij weer met het pootje op mijn hand. Deed hij nou ook bij Rijka. Pootje op Rijka de koppie. Zo lief. Maar ja, dat kan ik dan niet filmen, want het is dan te donker en je bent half slaperig. Dat ga ik dan niet doen, nee. Nee, dat doen we niet. Daar begin ik niet aan. En vooral te donker. Dat is al helemaal niet. Dat ik nog slaperig ben of wat dan ook, dat vind ik niet erg. En dat ik nog op bed leg, vind ik ook niet erg. Maar wel, het is te donker en ja. Het is buitenzorg nog donker. Kan je nagaan, zo vroeg. Maar oké, jullie zijn natuurlijk uiteraard welkom. Ik ga straks nog aan het werk. Ik ga zo nou eerst een bakje koffie maken en de dieren willen wat lekkers hebben. Ik wil zelf ook wat lekkers hebben, dus dat ga ik zo eerst maken. Daarna maak ik de tafel leeg. En dan ga ik eigenlijk die takken weghalen die om de hoek van de... Hoe heet ze? Daar ook, die kant op. Ja, daar moet ik wezen. In die hoek, weet je wel, naar de kast. Nou, die moet ik weghalen. En buiten ga ik weghalen, maar eerst hier ook kan het opgeruimd worden. Dan de takken één voor één van buiten ook leeghalen, opruimen in degene waar het in moet. Kan die takken ook weg en dan kan de hele kerstpul naar boven. Morgenmiddag komt Jack weer van Cirilo. Die helpt dan om de boel op een zolder te zetten. Zijn we dat ook weer kwijt? Ja, en helaas, ja, dat kan ik niet vloggen. Nee, dat gaat allemaal niet. Want dan krijgt meneer Jack, die krijgt dan problemen met zijn baas. Dat moet maar niet. Nee. Dus, maar oké, nou ja. Oh, komt hij alweer aan, meneer Jodoke Schorst. Hé, hey. Ja, dikkie dikzak. Hé, hey, dikkie dikzak. Ja, hij stond lekker bij de deur, maar hij wil ook wat lekkers, hè? Ja, nou, kom je erbij? Nou, kom dan, 1, 2. Hallo, zeg met Dog. Dag, Dog.
Horen jullie mijn spinnen? Ja, lekker ding. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie namiddag. Ga ik nou ook doen. Ik ga dat van de reclame. Ik ga van de reclame heen. Ik heb weg. En de reclame legt op de krantenbak. Ja, waarom zit dat zo raar? Weet ik niet. Nou, ik kom door mijn kettingen. Ik wil dat eroverheen hebben. Ja, zo. Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze. Doei. Ja, lieve vrienden, ik ging net naar buiten toe om de een na laatste takken weg te gooien in de container. Ik moet deze nog leeg houden en dan kan dat ook weg. Maar ik had net die van de moestuin afgeknipt. En ik ging wat horen. Nog even luisteren. Ganzen. Ik noem die beesten ganzen rikkies, ja. Hele scherm vlog over. Mooi gezegd. Ik kon niet zo snel lopen om die camera te pakken, omdat ik ook dat nog in mijn handen had. Maar ik denk, ik moet het jullie wel even vertellen. Nou ja, oké, die groep die is klaar. Tafeltje moet uiteraard nog, maar ik denk, ik doe eerst die takken. Dan ben ik daar vanaf, dat kan ik zitten doen, weet je. En dit niet. Dus alles even achter elkaar. Enkel, ja, dit kan ik nog niet opruimen. Want dat is allemaal vochtig. Ik heb afgetrokken, dus dat moet straks allemaal drogen voordat ik het op keer ruim. Maar ja, dat is het laatste wat je dan doet, hè. Ja, ook die slinger is nat. Nou ja, dit is ook allemaal vochtig. Die ballen die pak ik wel in, maar ja, de rest is vochtig. Dus, maar dat komt wel goed. Ja hoor, dat komt helemaal goed. En die daar is door het dolle, die daar op de bank ligt. Ja, die is gewoon gek in de kop. Hé, Rijke? Ja, hè? Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik ga verder met mijn werk. En als ik klaar ben, dan kom ik wel weer door. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, het is alweer 7:15. En ik ben nou net klaar. Ja, dat staat een klein beetje afwas. Maar dat is te weinig voor die vaatwasser. Ja. Maar de rest is klaar en schoon. Ja. Ik zal het jullie laten zien. Nou, die takken, dat wisten jullie al. Die waren een weg. De eetal is ook weer netjes. Maar. Oh, daar hingen takken. En die zijn ook weg. Daar. Ja. Ik moet goed wijzen. Jeetje, wat is dat moeilijk, hè? Om te wijzen via de camera. Waar dat groene, lange ding hangt. Ja. Daar hingen dus takken. Ook dat schoteltje was weg. Andere kant op. Oh, dat schoteltje. Was weg. Frontaal is ook weer keurig netjes. Rijka de mand, die stond daar, voor de kast. Die is daar weg. Waar staat die dan? Nou, in dat hoekje. Naast mijn bureau en mijn dierbare hoekje en onder de klok. Daar staat die. Waar is mijn rollator? Want die stond daar ook. Nou, heel gemakkelijk. Daar zou ik dus een spinverhaal, moet ook nog. Want dan ben ik bang dat hij misschien vannacht omkleppert, hoor. En dan laat ik hem vannacht mooi in de kamer staan. Die staat hierom met Foepsie. Ga je fietsen stelen? Ga je fietsen stelen? Ja, die staat nou hier. En waar is het kattenhuis, jong? Die stond daar waar de mand nou staat. Nou, die heb ik momenteel daar neergezet. En die is voor mij te onhandig om naar boven te brengen. Dus ja, dat moet morgen even voor mij gedaan worden. Hij staat er nu eventjes goed. Maar kan er natuurlijk niet blijven staan. Nee. Als mijn jas drijfnaald is, dan lijkt dat op dat kattenhuisje. Dat moet me niet. Nee, vind ik van niet. Leg je weer uit. Even kijken dat ik achteruit kan. En niet tegen de port van de deur komen, want dat geeft een hoop lawaai. Ja,
Zo, deurtje dicht. Anders vliegen Rijker maar naar boven. Die moet het allemaal nog uitleren. Ja, huh? Madame Rijker. Ja, ze weet het al te vinden. Hé, hey, tante Pollewoppie. Tante Pollewoppie, ja. Ja, en ze mag weer eten erbij hebben, want ze heeft de bak met brok er bijna leeg. Dus dat vind ik netjes. Gooi ik er even weer een handje met brok erbij. Gemengd, zowel puppyvoer, zowel grotere brokken. Meng ik eventjes gewoon door elkaar, vies ze er wel uit hoor. Dus, ik zou zeggen lieve vrienden, geniet van jullie avond en ja, maak er wat van. Doei! Ja, lieve vrienden, er is een tijd voor komen en er is een tijd voor gaan. Ja, ja. Want het is 2:55 in de nacht. Dus bijna 3 uur. En we leven op, nou, het is al het 20ste januari. Dus de tijd gaat lekker hard. Nou, eer dat je het weet zit je alweer aan het einde van het jaar. Het gaat een beetje te hard. Maar het gaat niks niet harder dan vroeger. Nee, maar ja. Toen hadden we ook nooit niet zoveel haast. En we hadden nooit niet veel te doen. Ja, gewoon op een normale manier. Zo dan. Oh, oh. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar de twee dames. Ewen en Rijka. Hé, ja nou. Ja. Ja, het licht is nou namelijk niet aan. Oh, die huppelt weer naar de bank. Daar zit ze. Dat kunnen we wel zien, want daar brandt nog licht. Maar in de keuken niet meer. Nee, we gaan lekker naar bedje. Verenlakenstraat, nummertje Kussensloop. Dat zeiden we vroeger ook via de 27 en de zee. Dat zeg ik nu nog. Dus ik zeg... Tot morgen, tot aan de andere kant van de nacht. Doei!